Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Votre opinion sur le match? Bah, aujourd'hui, on est un peu déçu du match. Parce que je pense que on méritait mieux que de perdre. On a eu quelques situations. Surtout la première mi-temps. Première mi-temps, ouais. On a des situations où on pouvait marquer. Voilà, on n'a pas réussi à marquer. Deuxième mi-temps, on continue, on fait un bon match. Et après, sur une action, on se prend un but avec un peu de chance de leur part. Et voilà, on est un peu déçu aujourd'hui. C'était pénalty le premier mi-temps, vous pensez? Bah, moi, je pense que ouais, il y a pénalty hein, sur Chalouk. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que moi, je suis à côté, je vois qu'il le fauche. Oui. Et ouais, je pense qu'il y a pénalty. Hein. Après, oui. L'arbitre a décidé. Et... Oui. Malheureusement, on dit pas plus. Vous êtes content de votre saison? Ouais, on est dans le ventre mou du championnat. On est cinquième. Oui, mais vous-même. Ah, personnellement? Oui. Ouais, je suis content, ouais. Là, c'est ma première année en professionnel, en DAB. Oui. Même si j'ai pas trop... Je voulais jouer plus cette saison. Mm-hmm. Mais sinon, ouais, je suis content. Mais j'espère que je vais jouer plus l'année prochaine. Vous avez encore un contrat, oui. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Un nouveau rôle ce soir, je pense. Ouais. Aussi défensif. Ouais, j'ai joué en piston gauche tout le couloir. Uh-huh. Voilà, on a travaillé à l'entraînement. Je savais que j'allais jouer à ce poste-là aujourd'hui. Le coach m'a dit qu'il fallait faire aussi les retours défensifs, pas seulement jouer offensivement. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai bien rempli le rôle. Tu as déjà parlé avec le nouveau entraîneur? Ben, on s'est parlé un peu... On se voit tous les jours, on se voit tous les jours, mais j'ai pas vraiment parlé personnellement. Alors. Ouais, non, pas encore, mais on s'est déjà vu comme on se voit tous les jours à l'entraînement. Tu as un contrat pour un an, encore. Encore un an et une option. Hein. Okay. Option aussi, oui. Ouais. Oui. D'accord. Il n'y a plus de questions? Non? Voilà. Okay, merci. Hein. Vous êtes merci. Ouais. Merci. Ja, last but not least, trainer van Heinze. Ontgoocheld veronderstel ik. Ja, toch wel. Ik denk dat we misschien wel onze beste wedstrijd dit seizoen spelen tegen Westerlo. Mm-hmm. Van de drie voorgaande wedstrijden. We hebben ook een aantal mogelijkheden gecreëerd. Ik denk dat we zeker recht hadden op een doelpunt. Misschien ook wel een strafschopfase. Dat moeten we nog een keer herbekijken. En dan krijgen we echt wel een heel ongelukkig tegendoelpunt tegen. Ja. En dan is het jammer dat je hier 0-1 verliest. Hè, want ik denk dat er vandaag... Misschien wel een gelijkspel in zat, dat misschien ook wel een logische uitslag had geweest. Wie weet zat er zelfs nog iets meer in op het moment dat je dan kan gelijk maken. Maar toch ontgoocheld dat we hier vandaag geen punt hebben kunnen pakken. Nou, zoals u zelf zegt, de eerste helft moet er toch zeker een goal gemaakt worden. Hè? Ja, inderdaad. We hebben een aantal mogelijkheden gehad. We hebben ook nog een aantal momenten gehad waarop dat we nog de verkeerde keuze ook maken. En die anders ook wel konden leiden tot grote kansen. Dus het is zuur dat we daar niks mee gedaan hebben en dat we... die nul niet weggekregen hebben. Dus dat is jammer vandaag. Tevreden over El Banoui? En, samen met... Met Zet en Jan ja, achteraan. Ja. Ja, goed. Er waren niet zo heel veel opties meer. Hè, na het uitvallen van Siebe en de blessure van Victor. Maar ik vind dat de jongens het op zich wel goed gedaan hebben. Hè. Ook de eerste keer terug sinds lang in een driemansdefensie. Mm-hmm. Dus ik vind dat we daar... dat we daar eigenlijk niet echt heel veel grote problemen hebben gehad. Dus op zich wel tevreden van die prestatie. Ja. Tom terug in doel? Ja, dat was een keuze om Tom nog twee wedstrijden te geven. Zodat hij ook nog dat hij ook nog aan zijn matje komt. Ja. Mevrouw Tarfi in een totaal andere rol? Ja, Medi inderdaad ook een rij lager. Goed, heeft dat heel goed opgelost, vind ik, met zijn voetballend vermogen. Het is natuurlijk een heel ander type dan bijvoorbeeld een Flavien of Renato in die positie.
Maar goed, ik denk dat Mehdi dat op zich wel goed heeft ingevuld, veel meters heeft gemaakt en veel gewerkt heeft voor de ploeg. Waarom die keuze voor hem daar? Ja, een stuk vanuit verband, vermogen, snelheid. Opties, denk ik. Ja, inderdaad. We wisten dat we daar misschien iets wat duelkracht gingen verliezen. Maar dat compenseert daar ruim met voetballend vermogen en dat is de keuze die we daar gemaakt hebben. De voorbereiding van het nieuwe seizoen, stilaan, bezig zeker? Ja, ik denk achter de schermen wordt er hard voortgewerkt. Hè. Dus Wim is bezig met de uitbouw van de ploeg naar volgend jaar toe. En ook al een stuk de voorbereiding. Dus, ja, daar wordt nu wel hard aan gewerkt. Dat klopt. Mag of kan je daar iets over zeggen? Bah, daar valt daar heel weinig over te zeggen. Hè. We kunnen moeilijk plannen wanneer dat we terug gaan opstarten en zo. Omdat dat gewoon nog niet duidelijk is in welk format dat we gaan spelen volgend jaar. En ja, wanneer dat we ook onze eerste wedstrijd spelen van het seizoen. Dus uw voorbereiding baseer je daarop. Dus zolang dat niet geweten is, is dat moeilijk om dat te bepalen. Maar ik denk dat nu op dit moment belangrijk is gewoon de uitbouw naar volgend seizoen en kijken welke ploeg we volgend jaar aantreden. En voor uzelf, vandaag zegt u in de krant, ja, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed wat ik ga doen. Nee, ik heb nog geen gesprek gehad met de voorzitter en met Wim over functie volgend jaar, dus wachten dat eventjes af. Dus dat is goed. Ik denk dat dat ook een normale gang van zaken is. Ik denk dat logisch is. Hè, dat, ik kende Wim ook niet van tevoren, Wim kende mij ook niet, dus ik denk dat Wim mij ook wel op die manier wil leren kennen, dus dan zien we wel wat er uit de bus komt. T1 smaakt naar meer? Want nu, ik heb dat ook al aangegeven hè, op dit moment, ik voel mij heel goed binnen de club. Maar bedoel je in een andere club eventueel? Ja. Oh, nee. Dat is op dit moment niet aan de orde, dus nee. Oké. Misschien een stoute vraag. Als we het seizoen van KMSK Deinze beschouwen, waarop kan Deinze dan versterkt worden met vooruitzicht op volgend seizoen? Op welk soort gebied? Wat miste Deinze dan dit seizoen? Well, goed, op zich vind ik niet dat we een heel slecht seizoen draaien. Hè. Uiteindelijk eindigen we vijfde op de 8 ploegen. Laten we 3 ploegen achter ons, hebben we 4 voor ons. Als je kijkt naar de budgetten van de ploegen voor ons, dan denk je dat daar al dat we eigenlijk op onze plaats staan. En ja, naar de sportieve uitbouw, wat dat er allemaal moet bijkomen, hangt ook een stuk af van het spelsysteem dat je wil spelen volgend jaar. En dat is uiteraard de keuze van Wim. Train je nog een beetje verder naar de match op Union? Ja, we trainen nog een week verder. Ja. Ja, nog 1 week verder. Ja. Tom sprak ook nog van een oefenwedstrijd of een mogelijke oefenwedstrijd. Ja, het zou kunnen dat we het seizoen nog eindigen met 1 oefenwedstrijd. Ja, dat klopt. Een van de laatste 8 in eerste klasse. Ja, inderdaad, ja, tegen een ploeg uit de lagere regio in 1A. De laatste. Ja, klopt. Niet waar ze mee leven. Niet waar ze mee zijn. Oké. Dat je bedankt bent, dat weet je. Jullie ook. Bedankt. Goedenavond. Graag uw analyse van de wedstrijd. Ja, typische 1B-wedstrijd. Ik denk dat wij eerst 20 minuten controle hebben. Eerst 5 minuten vond ik ons wel slap starten, maar dan hadden we controle. We hebben 2-3 momenten waar we moeten scoren. Waar we in de final third ja, net niet efficiënt genoeg zijn. Ik denk een goede bal van Christophe Janssens, waar Leo Seydoux helemaal alleen is. En eigenlijk de bal maar aan een van de twee spitsen moet geven om te scoren. En dan Barry Zalici, die eigenlijk een wereldgoal kan maken. Ik denk dat hij het fantastisch doet. 2-3 mensen dribbelt, keeper dribbelt. Ik dacht dat de bal opstaat, maar ik hoor van de mensen van de televisie dat hij tegen zijn steunbeen komt en dan half naast de bal trapt. En dan weet je dat een manier van spelen, dat je wel eens kansen gaat weggeven. Hij heeft Deinzen ook een aantal momenten gehad en daar moet je dan overeind blijven. En dan na het wegvallen van Igor Vetokele viel ons drukmoment naar voren een beetje weg in die 3-4-3. Omdat Kian fase van nature een diepe spits is. Kian de Rust hebben dan aangepast, hebben we echt met een driehoek op midden gaan spelen. Eigen spiegelbeeld 3-5-2, twee diepe spitsen. Ik denk
denk dat Kian heel hard heeft gewerkt en het goed heeft gedaan, tweede helft. Hè. Altijd dreigend, heel veel diepgang, veel werk verricht. Nog een moment denk ik waar hij nog kap naar zijn linkervoet als hij daar trapt. Normaal gezien zijn dat de momenten die hij afmaakt. En dan het doelpunt, goede actie had daarbij. En Kian die als een echte spits de tweede bal binnentikt. En ik ben blij dat een jonge kerel eindelijk zijn eerste doelpunt in het professionele voetbal maakte. Ik ben zelf ook spits geweest. Ik weet hoe leuk dat is, dat je uiteindelijk toch op die tabellen staat. En, ja, dat brengt dan ook, ons ook nog eens 3 punten waar we heel tevreden mee zijn. Want het was een tijd geleden toch veel lekker spelen. Dit zijn de wedstrijden die we iets meer in ons voordeel hadden moeten doen kantelen tijdens het seizoen. Oké, dan zaken nemen geen keer. We zijn blij met de 3 punten. En, we hebben nu nog geen wedstrijd tegen Club Nix en dan gaan we proberen weer 3 punten te pakken. Stel ik mij voor dat het seizoen uiteindelijk niet 100% is wat je ervan had verwacht? Ja, zeker niet 100%, hè. Verre van. Hè. Je hebt ambities. De ambitie was top 2 spelen. En het is ook de eerste keer sinds ik bij Westerlo ben dat we ons target eigenlijk niet gehaald hebben. En dat is natuurlijk jammer, maar dat is ook voetbal. Hè. Op voorhand worden er altijd wel titelkandidaten naar voren geschoven. Dat heb je ook in 1A. Hè. Gent had het seizoen ook anders voorgesteld uiteindelijk, dus om maar 1 ploeg te noemen. Dus we hebben onze ambitie of onze target niet kunnen realiseren. Maar er is nog altijd de toekomst. Hè. Het verleden kunnen we niet meer veranderen, alleen de toekomst. Speelt het vertrek van Bruls daar een rol in? Christian was een belangrijke speler voor ons, maar uiteindelijk raken de club en de speler er niet uit. Hij wilde in 1A voetballen, wat ik ook wel begrijp, want ik denk dat hij bij Sint-Truiden al mooie dingen heeft laten zien. En een speler die op een gegeven moment niet meer gemotiveerd is om voor Westerlo te spelen, kan je beter laten gaan. Omdat het anders toch een situatie wordt waar hij dan ook nog eens gratis gaat vertrekken na het seizoen. Dus, het is natuurlijk voor ons was het een naderlating, maar als je puur financieel kijkt en puur realistisch, dan denk ik dat het de beste oplossing was. Okay. Voor een coach is het nooit leuk als je beste of bepalende speler weggaat, maar uiteindelijk draait het ook voor een stuk om centen en kapitaal. En, ja, daar kunnen we ook nog weinig aan veranderen. En nu begint de voorbereiding stilaan voor het volgende seizoen waarschijnlijk. Ja, we zijn al een beetje bezig. Hè. Dat is ook de reden waarom we de laatste weken vol de kaart van bijvoorbeeld Kian Vazen trekken. Om toch eens te zien wat hij in zijn mars heeft. Hè. Vandaag heeft hij het geluk gehad dat hij toch een langere periode heeft kunnen spelen. En, dat zijn de momenten waar we ook moeten evalueren. Mm-hmm. En daar zijn we mee bezig om alle spelers die nu bij de kern zitten, zijn spelers die volgend jaar nog in aanmerking komen om bij Westerlo te spelen. Er zijn nog altijd een aantal zaken die, waar we van een andere club afhangen. Maar we zijn inderdaad al bezig met de voorbereiding op het volgende seizoen. Maar je wil ook natuurlijk zoveel mogelijk punten pakken, want ons seizoen is niet geslaagd. Maar we willen er nog het beste van maken en zo hoog mogelijk. En, ja. Zijn er vragen? Dat is gemakkelijk. Ja. Adem Bart toch? Ja. Wie was er niet bij? Want Kurtje was gekwetst, hè? Dat je dat weet. Dat wist ik, Bob. Elke week is dat Kurtje was er niet bij. Is het een verrekking in hamstring, Bart. En Igor Bob, nu je toch bezig bent. Ja, Igor heeft een trap gekregen op zijn Achillespees. Achillespees waar hij al een tijd mee sukkelde, maar mee kon spelen. En op een gegeven moment heeft hij aangegeven dat het niet meer ging. Ja, oké, dan moet je wisselen, maar we zullen zien na zaterdag toe hoe goed hij recupereert, maar het was toch een serieuze trap. Ik loop op. Was het dat? Dat was het. Oké, okay, Bart. Oké, okay, dankjewel. Ja, oké. Okay. Goedenavond. Ja, dankjewel. Prettige terugreis. Oké, okay, we hebben de doelpunten maken bij ons. Proficiat met uw doelpunt. Dankjewel. Mooie woorden van de trainer over jou, hè? Ja, dit, heel goed om dat te horen, zoiets. Ja, de kaart van Fase wordt getrokken voor volgend seizoen, zegt hij. Ja, ik speel hier al heel mijn leven zo aan de jeugd. En dat ik nu mijn kans begin te krijgen in de A-kern, doet heel goed. En ja. Dat ik match zoals vandaag met mijn goal de 3 punten kan opleveren, dan doet dat heel goed. En is dat heel leuk. Je bent dus een echte Westerloman, als ik het goed begrijp. Ja, klopt.
Ja. Heel mijn leven, zo goed als heel mijn jeugd daar gespeeld. En sinds vorig jaar zit ik in de A-kern, dus echte campaan. Oké. Wat denkt u van de match? Wat is uw analyse? Ik denk dat we redelijk goed starten, dat we ook twee grote kansen krijgen. En dat we die helaas niet afmaken. En dan weet je dat het zo tegen het einde nadert dat de eerste die gaat scoren misschien wel eens de drie punten kan pakken. Mm-hmm. Wij scoren dan eerst, maar het werd nog wel heel gevaarlijk voor ons doel. Ik denk dat Deinze wel fel kwam opzetten. Mm-hmm. Maar ik denk dat we heel goed verdedigd hebben van achter en dat we volwassen verdedigd hebben. En dat we toch die nul hebben kunnen houden. En het doelpunt van jou bezorgd aan de overwinning natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Mensen van de pers van Voor Westerlo, vragen voor... Eigenlijk dat alle vragen gesteld zijn. Dus Kian heeft zo goed geantwoord dat ze vragen overkomen. Oké, ik weet niet of jullie vragen hebben. Veel bedankt en succes in de carrière. Dankjewel.